Goedemorgen, welkom bij RTL Z-nieuws. Ik ben Peter van Zadelhof. Straks, de Grieken houden zich niet aan de afspraken. Betekent dat nu ook dat ze geen geld meer krijgen? Maar eerst een bijzondere opening van de beurs. Dag meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Fantastisch dat u hier bent. Want zo ging dat vanochtend op Beursplein 5. En het is volgens mij Roland Koopman ook nog nooit zo druk geweest op die balustrade. Nee, ja, nog steeds hoor. Er wordt hier nog wat nagekaart. Het groezemoes was zo luid dat je de klap op de gong eigenlijk nauwelijks kon horen. Ze lopen hier te glimmen als haantjes. Maxima is hier vanwege de nieuwe handelsvloer. We hebben het de afgelopen maanden wel gehoord. Iedere keer als er iemand stond te praten dat het gezaag en getimmer niet van de lucht was. Het is nu af. Het ziet er goed uit. We hebben weer leven op de vloer. In ieder geval vandaag dan. In ieder geval wat zo druk is inderdaad in tijden niet geweest. En laten we hopen dat het ook bijdraagt tot een iets beter sentiment. De opening echter, je kan het wel voorspellen. Het pakte wat sombertjes uit voor Maxima wat betreft de index. De index staat nu bijna 2,8% lager. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het chagrijn rond Griekenland. Een republikeinse opening, denk ik. Ja. Kom zo bij je terug. Ja, Griekenland. Ja, die Grieken die halen hun begrotingsdoelstellingen niet. Dat hoorde u net al bij het algemene nieuws. En daardoor wordt het natuurlijk onzeker of Griekenland het volgende deel van die noodhulp wel zal ontvangen.